groen, geel, oranje, rood. Reisadviezen zijn er in tal van kleuren en kunnen met de dag veranderen. Als je op vakantie wilt, kun je de reisadviezen dus maar beter goed checken. Maar hoe komt zo'n reisadvies eigenlijk tot stand? Aan zo'n reisadvies gaat een heel traject vooraf. Het Nederlandse RIVM verzamelt gegevens van collega-organisaties in de andere EU-landen. Ze letten bijvoorbeeld op het aantal nieuwe besmette personen in de afgelopen 2 weken. Of dat aantal stijgt of daalt. Regionale verschillen. En ook het aantal uitgevoerde testen per dag. De informatie van het RIVM gaat nog langs het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat ministerie stelt het uiteindelijke reisadvies op. En dat gebeurt aan de hand van 4 kleuren. Een groen reisadvies voor een land maakt de weg vrij om er naartoe af te reizen. Bij een geel advies verandert dit al. Reizen is dan mogelijk, maar er kunnen wel bepaalde risico's zijn. Bij oranje zijn de risico's groter en wordt geadviseerd om alleen te reizen als dat noodzakelijk is. Bij een rood advies worden alle reizen afgeraden. Het kan goed zijn dat een reisadvies van de ene op de andere dag verandert, ook als je al in het land bent. En dus is het zeker in coronatijd van belang om goed je reisadvies te checken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.